zoals je ziet. Biljarttafels, daar kan muziek worden gemaakt, wat regelmatig gebeurt. Darten, pingpongen, het is nu wat stil. En dat heeft te maken met de coronacrisis. Het Zeemanshuis de Flying Angel in Schiedam heeft het moeilijk. Wegens corona is het stil in het huis en dat heeft gevolgen voor de financiën. Daarom werd afgelopen week namens de 8 Nederlandse zeemanshuizen een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin vragen ze om steun uit Den Haag. De laatste 15 jaar moeten we voor onze eigen financiering zorgen en zijn we daarvan afhankelijk van de goedgeefsheid van bedrijven en van particulieren of van kerkelijke organisaties. Tot aan 2005 werden dit soort voorzieningen gesubsidieerd door de overheid. De kerkelijke bijdrage die we kregen van de gezamenlijke kerken hier uit de buurt begint terug te lopen omdat ook de kerkgangers steeds minder worden. Sinds de economische crisis gaat het bij de bedrijven nu alweer wat beter, maar vanaf de economische crisis zijn daar de bijdragen steeds minder van geworden, omdat ze minder winst maken. En particulieren, dat ligt nog ongeveer hetzelfde. Betekent dat we aan het achteruitfietsen zijn met onze inkomsten. Uiteraard hebben we wel onze baromzet en de omzet van telefoonkaarten, maar dat is niet genoeg om kostendekkend te zijn. Ja, daarom hebben we hulp van de overheid weer nodig. De bedoeling van het Zeemans is dat we in de avonduren de zeevaarden hier opvangen. En we willen ze graag als een soort huiskamer ontvangen. En in die huiskamer kunnen ze gezellig met elkaar praten, een biertje drinken, wat eten. De petitie die is ingediend door een overkoepelend orgaan. Namelijk de Nederlandse Zeevarendencentrale. En bij die centrale zijn 8 verschillende zeemanshuizen aangesloten. Daarnaast kunnen ze ook gebruik maken van de computers die daar opgesteld staan. En daar wordt ook gretig gebruik van gemaakt om contact te onderhouden met hun thuisland. En dat zijn over het algemeen landen zoals Turkije, Oekraïne, India, de Filipijnen, dat zijn veelal de mensen die hier bij ons op bezoek komen. De bodem van ons kasgeld, die zit eraan te komen. En wij kunnen, denk ik, misschien nog een halfjaartje zo doordraaien. Maar dan houdt het wel op. De vaste kosten die blijven doorlopen. Op dit moment hebben we geen inkomsten vanwege de coronacrisis. De zeevarenden krijgen geen toestemming om aan wal te komen of van het schip te gaan. Dus het is een hele nijpende kwestie.